Ik heb dan wel een mooie om mee af te trappen. Kom maar. Namelijk, afgelopen dinsdag bestond het web 20 jaar. Jee, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, CERN. Ja. Dat is natuurlijk fantastisch. Dus dat is... Meneer Brennersley. Ja, die heeft toen bedacht... die heeft toen iets bedacht wat hij een paper over geschreven. Uh-huh. En zijn begeleider, of weet ik veel, die zei... Zijn stagementor. Wat zijn nou precies? Laat het eens zien. Vaag, maar veelbelovend. Oh, oké. Okay. Wauw. Ja. Dus het ontbrak hem ook de begeleider niet aan inzichten. Ja, ik dacht van, het is een beetje vaag, maar het zou wel eens wat kunnen worden. Ja, maar dat was niet de uitvinding van hypertext, hè? Dat bestond daarvoor al. Nee, dat bestond al lang. En je had al allemaal van die... je had al andere dingen, maar het verschil... En Gopher had je ook. Oh ja, tuurlijk, ja. Het verschil met het web is dat... het is open. Oké. Okay. Dat is dus het eigenschap. Het was gratis. Ga maar gebruiken. Open als in... geen rechten. Als je beschikking hebt over de infrastructuur of daarop kan... Ja. Dan kan je doen wat je wil. Ja. Oké. Okay. Ja, en dus wat je in het begin had, was dat mensen hadden geen... hadden geen webbrowser. Mm-hmm. Maar die hadden dan bijvoorbeeld wel een URL, een webadres... Ja. Van een website. En die konden ze die URL mailen naar de server... waar de eerste website op stond. Ja, ja. En dan kregen ze een mailtje met de inhoud van die URL. Oh, wauw. Dat is toch fantastisch? Dat is inderdaad. Dat is een beetje als Gopher vroeger inderdaad. Het vroege web was dat. Jongens. Ja. Ja, dat wist ik niet. Ik wist wel dat... Want vroeger heb ik een beetje gespeeld in de BBS-tijd. En toen had je al documenten die linkten naar andere documenten. Maar dat was allemaal op dezelfde server ook. Oké. Okay. En het mooie van het internet is natuurlijk... dat je ook kan verwijzen naar andere interessante... Nou, niet het internet, hè? Het web. Het web, sorry. Ja. Het web inderdaad. Want het internet, dat bestond er natuurlijk het al lang. Internet, dat is TCP, IP. E-mail, dat is alles. Dat is alles wat... En het web was... specifiek het protocol HTTP ingezet voor het transporteren van HTML documenten. Ja. Of Markiplier, ja, dat soort dingen. Ja. Maar heel erg tof inderdaad. Ja, bijna de definitie van het begin van informatievrijheid. Ja. Ja, maar juist ook door te zeggen van het is open, er mm-hmm. zitten geen rechten op, we willen... Niet dat je ervoor betaalt. Mm-hmm. Het is gewoon beschikbaar voor iedereen. Dat heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat het zo'n groot succes is geworden. Ja, het creëren van die structuur, dat was belangrijker dan de rechten en dat soort dingen. Ja. Of misschien vonden mensen het gewoon heel tof om erop te staan. Het idee was ook echt het was een read-write web. Hè? Mm-hmm. Dat was zijn gedachte. Okay. Wat we nu vooral zien is dat het een read web is. Ja. Met vooral veel informatie halen. Het idee, en browsers die kunnen niet vanzelf dingen publiceren. De eerste browser, dat was ook een text editor. Dus daar kon je tegelijk in typen als in... Je kon het internet direct bewerken. Maar alleen je eigen documenten nemen. Ja, dan. Waarschijnlijk. Ja, ja precies. Maar ja. Dat was het idee, dat... op die manier zou werken. Ja, vroeger was het ook een soort van... Ik weet nog, toen ik mijn eerste website maakte... Dat was ergens op mediaport.org. Ik weet niet of dat de eerste was. Nee, het was waarschijnlijk op de hogeschool ergens op een server. Het was zoiets als als optreden bij een televisieprogramma, weet je wel. Jij had als een van de weinigen in Nederland... had je daadwerkelijk een plek waar je verhaal stond... En iedereen kon erbij. Je deed iets op het web, ja. En dat was... Ik weet nog wel, een vriend was van je mij... Uniek? Die haalde een... die belde mij, denk ik. Op een gegeven moment. Schreef een brief. Of misschien wel sms. Nee, toen had ik nog geen mobiel. Nee. Of net wel. Nou ja, whatever. In elk geval... Nee, dat zal wel via mail zijn geweest. 2000 wat? Ik denk begin 2000. Ja. Of misschien nog wel in 99. Nee, het zal 2000 zijn geweest. Toen belde hij me. Er staat een foto van me op het internet.
dat hij een foto had hij meegedaan aan een fotowedstrijd om een luxe safari te winnen. Oh wow. Maar het ging hem niet om dat hij de luxe safari zou winnen. Het ging hem erom dat er een foto van hem op het web stond. Ja. En dat was toen nog lastig, was dat. En dat was wat een thumbnail die zo groot was of zo? Ja, nee, wat zo, dat weet ik niet eens. 3 pixels. Het was klein, 600 pixels waarschijnlijk. Ja, ja. Maar... 2 kleuren. Toen had hij ook nog gewonnen. Gaaf zeg. Ja. En dus ook die safari gewonnen. In de Beekse Bergen? Nee, dat was in Botswana en Zimbabwe. Oh, wauw. En dan zou hij met zijn vriendin heen gaan. En toen ging het uit en toen mocht ik mee. Want jij bent meegegaan, ja. Wat? Ja. Dus dankzij het feit dat je foto's op het web kon zetten en dat het toen nog zo bijzonder was. Ja, ja. Maar goed, het is dus 20, ik vind het fantastisch. Jezus. Dus volgend jaar mag je in Amerika een biertje drinken met het web. Ik zie het echt voor me. Zo'n oude Next machine die op een barkruk zit. Ja, en ze hebben dus die ervoor. De Next machine hebben ze geloofd, die bestaat nog steeds. En die staat daar gewoon op CERN. Ja, die staat ergens in Zwitserland of op de grens van Zwitserland. Ja. En maar het mooiste is dat die, ze hebben het eerste webadres hebben ze weer gezorgd dat het weer werkt. Ja, die website die werkt gewoon, toch? Die werkt weer. Hij werkt niet. Er was wel een mirror van, maar nu is hij weer bereikbaar op hetzelfde adres. Op hetzelfde IP-adres? Want toen bestonden er nog geen namen, hè? Of jawel. DNS werkte toen al? Hij had een URL, ja. Ah, okay. Dus de eerste URL, die werkt weer. Maar ik weet nog wel dat... Dat is prachtig. En dan hebben ze het oorspronkelijk... Ze zijn aan het proberen om het oorspronkelijke document daar ook neer te zetten. Ze hebben nu een versie... versie hebben ze. Nou, een versie. Ja. Ik vind het nog steeds wel tof hoor. We werken daarvoor. Hè? Eigenlijk is het een soort van nieuw leven. Ja, maar... Het heeft het leven van iedereen die dit ziet veranderd. Ja. Dat is zeker. Ja, inderdaad, want anders kan je dit niet zien. Nee. Tenzij je natuurlijk bij de zitting bent. Hallo mensen. Ja, maar de mensen die daar komen doen iets met het web. Oh shit, ja, die weten dat via Twitter of Facebook. Ja. Damn you internet. Maar het dreigt in gevaar te komen, heb ik begrepen uit een discussie op Twitter.